Dit is de vrijwilligers- en stagemarkt. Bevindt zich in de hal van het gemeentehuis. Het is bedoeld voor vrijwilligers die op zoek zijn, potentiële vrijwilligers, op zoek zijn naar vrijwilligerswerk. Er staan maar liefst 48 organisaties op deze markt. Hij is ook bedoeld voor leerlingen uit voortgezet onderwijs die op zoek zijn naar hun maatschappelijke stage. De vrijwilligers die hier iets vinden, die kunnen zich ter plekke melden bij de stage of bij de organisatie die er nu staan. Maar je kunt zich ook melden bij de Boterstraat 206. Daar bevindt zich het vrijwilligerspunt. En dan kunt u op de inloopochtenden altijd terecht als u een bepaald vrijwilligerswerk wilt uitzoeken. De leerlingen van het voortgezet onderwijs die kunnen zich aanmelden bij de site Mas voor jou. Dat moeten ze doen met hun eigen inloggegevens. En zo kunnen zij hun stageplek, die ze hier hebben gevonden in de hal van het gemeentehuis, moeten zich daar aanmelden op die site. Nou, we zijn hier om de maatschappelijke stage te vinden. En het is heel leuk, want iedereen die praat gewoon gezellig, zijn allemaal aardig, geven goed informatie. En er is veel te veel leuks om iets te kiezen. En ook sommige heel leuk gekleed, zoals in het klooster. Ja, ze zijn allemaal heel aardig. Hebben jullie al iets gevonden? Nee, want er is veel te veel om uit te kiezen. En hoe moet dat dan? Thuis even goed een selectie maken.